Welkom, daar zijn we weer. Het is dinsdag, 20 april. En ja, ik had al gezegd dat het druk is, dus daarom ben ik alweer terug. Van vandaag gaan we die zesramer in de observatiekast zetten. Kijken of dat een beetje lukt. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Dus kijk met me mee. Nou, deze zesramer, die heeft dus twee ramen waar iets aan de hand is. We zien hier, kijk, die afgesloten dingen, daar zie je broed in. En je ziet hier open cellen, er zitten larven in. Er is hoop te zien hier. Eitjes als het goed is. Even tegen het licht in kijken. Ja, ik zie wat eitjes. Ik zie hier geen koningin. Dus die zit dan in die andere, het andere raam. Erg benieuwd. Of ze zich hier willen vestigen. Hier is de koningin. Hier zo, ze heeft een blauwe stip. Dat is wel mooi om te zien. Die is op zoek naar nieuwe plekken om haar eitjes te leggen. Ja, en dan hebben we hier natuurlijk nog aantal bijen die niet op het raam zaten. Kijken of die de weg vinden naar hun nieuwe huis. De observatiekast door mijn vader gemaakt. Nou, we zien al een aantal bijen stertselen.
We zijn feromonen aan het verspreiden. Kijk, hè. We zijn een nieuwe plek hebben gevonden. Hier zit vliegopening. Kijk of daar, ja, er komt al iets naar binnen en naar buiten. Dat is wel mooi. Ze hier nog wel volop zijn. Hier lijkt iets te gebeuren. Leuk dat je weer keek. Misschien heb je een vraag of zo. Laat het beneden weten. Laat het beneden weten in de comments. En anders dan zie ik je de volgende keer. Heel veel succes!